Nou, kom. Hop, hop. Wat ben je aan het doen? Hoe wij de afgelopen 6 weken hebben ervaren. Niet zo hard. Goed. Aan het begin ging het heel lekker. We hebben onze eerste sportsessie met Kurt erop zitten. Voel je? Kut. Waarom? Ja, ik ben kapot. Ja. Maar het was wel lekker. Het was echt heel zwaar. We waren nog niet over uit wat we gingen eten. Maar wat denk jij? Geen McDonald's. Nee. Zo, de day after. Ik heb best wel spierpijn, vooral van het opdrukken. Dus dat is meer hier, zeg maar. Ik heb wel spierpijn, maar het valt mee. We hebben heel veel dingen aangepakt, zoals met eten. Nou, samen een boodschap aan het doen. Wat heb je daar, Jesse? Chocolade. Kijk, veel groente. Broccoli-rijst en bloemkoolrijst. Goeie? Ik wil het eens proberen. Vroeger een krat, nu hebben we dat. Oh, chocola en dingetjes. Nou, deze afdeling die slaan we mij even over. Wat is nu anders aan hoe we boodschap hebben gedaan dan voordat we bij Kurt aan de slag gingen? Geen brood meer, geen aardappels meer, geen rijst meer. Eigenlijk helemaal groente en vlees en kwark. Het eten gebeuren, dat ging een stuk makkelijker dan dat ik had verwacht. Vooral toen ik ging horen dat we gingen intermittent vasten. Nou, de laatste keer hebben we dus met Kurt besproken dat we een ritme aan gaan houden van 1 week. Ja, dat we wat meer flexibel mogen eten. Week 2 nog iets strenger. Week 3 nog iets strenger. En dan dat we weer een beetje flexibel mogen eten. Ik merkte de laatste dagen trouwens, en dat vond ik echt super fijn, dat ik niet meer van die honger rushes had. Ja, en voor de rest, ik heb eigenlijk een hele moeilijke stoelgang en darmflora. En daar merk je ook meteen aan dat het gewoon wel fijner werkt. Dus dat zijn positieve dingen. Nou, het is gelukt. Champignons. Gekookte boontjes. Dit is bloemkoolsoep. Maar eigenlijk was het heel goed vol te houden. En wat ik fijn vind wat Kurt doet, is dat je aan de ene kant zo mag eten wat je zelf ook fijn vindt. En dat je niet gaat crash diëten, maar dat je juist een basis neerlegt waarmee we straks ook verder zouden kunnen als we daar zijn waar we willen zijn. En dat we dan niet terugvallen in oud gedrag. Zijn die meal preparations voor mijn lunch op mijn werk morgen? Ik heb mager kip gehakt. En dit is ei met allerhande groenten erdoorheen. En daar red je het op de hele dag? Heeft iemand een dikke bak op deze? En dat is ook gewoon een stukje mindset van hoe pak je dat aan. En Kurt heeft ons daar heel goed op gecoacht. Omdat hij ook aangaf van ja, het is belangrijk welk verhaal vertel jij jezelf. Vroeger zou ik mezelf hebben verteld van ja, dat trek ik niet. Dan heb ik honger en dan voel ik me helemaal slap en dan haal ik het niet. Maar dat begint allemaal hier. Dus in de ochtend als ik koffie drink met iemand en ik weiger hapjes of zo erbij en dan vertel ik van nou, we zijn nu bezig met de week intermittent fasting. Nou, het is echt alsof mensen dan van hun stoel vallen. Misschien klinkt het ook wel heel heftig, maar ik vind het echt nog te overzien. En het sporten was soms pijnlijk. En soms heel erg pijnlijk. 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Oké, goed zo. En dan kwam de sadist in. Ik werd soms ook wel een beetje naar boven. Maar dat was voor ons allebei wel goed. Ik vind de afwisseling heel fijn. Je weet van tevoren niet wat je gaat doen. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in Kurt. Hij voelt je ook heel goed aan. En weet de grens ook wel heel goed voor jou op te zoeken. En dat vind ik heel plezierig, waardoor ik dat ook beter durf. Ik had last gehad van ischias en dat is nu helemaal weg. Dus dat is echt super fijn. En dat maakt het de trainingen ook wel waard. En tijdens de trainingen vind ik Kurt een hele goede coach, hoe hij ons aanmoedigt. Want soms zegt hij van ja, je mag er wel voor werken. En dan denk ik, oh ja, ja, shit, dat is ook zo. Je mag er wel even voor werken. Nou, dat heb ik vandaag dus gedaan. We hebben 1 keer op zondag niet getraind. En volgens mij dacht Kurt van, weet je, ik doe gewoon 2 trainingen in 1. En er zijn 2 dingen die me altijd opvallen na een training met Kurt. 1 is, ik heb nooit geweten dat ik zo rood kon worden. En 2 is, wat is water toch lekker. Kijk, en dan na het trainen, rij je dan hier langs en dan denk je, oh. Wat ben je aan het doen? Sporten. En dan zwemmen, achter je. Nou, dat was hem dan, zondagavond workout. En ik heb eigenlijk niet zoveel te klagen, want die kreeg een stukje extra ballast mee. Die heeft niet op de grond zetten. Wat weegt hij niet? 12 kilo. 12 kilo extra gewicht. Zo. Nou ja.
Daarom dus. Ik ben totaal 5 kilo afgevallen en 6 centimeter. En dat merk ik echt aan mijn kleding, dus dat is super fijn. Ik had aan het begin een broek. Dit is de broek die ik dus niet dicht kreeg aan het begin. En nu krijg ik hem goed dicht en zit het zelfs los. En nu draag ik hem bijna elke dag. Weet je wat leuk is? Maar gewoon zo lang door te filmen dat je eigenlijk niet meer weet wat je moet zeggen. En ja, dat het dan ongemakkelijk wordt. Ja, dat is flauw. En ja. Ik ben 7 kilo afgevallen in deze 6 weken en 8 centimeter bij mijn buik. Mijn kleding zit heel los. Mijn broeken zakken af. Ik loop in tenten. Tenten, ja. En mijn ring valt steeds van mijn vinger af. Ja, we moeten waarschijnlijk nieuwe trouwringen halen aan het einde van dit traject. Nou, als ik gewoon lid was bij een sportschool en je had een lijstje met je oefeningen die je dan elke dag zo vaak moest doen, dan werd het mentaal heel zwaar omdat je iedere keer hetzelfde doet en het werd saai en het was gewoon niet leuk en nu vind ik het helemaal niet zo erg om te gaan sporten. Als we dan nog even kritisch mogen zijn op mezelf, misschien onszelf, is dat op het moment dat we goede resultaten hebben en tevreden zijn, dan heb ik dat ik toch best wel vaak heb van, nou ja, dat mag ik toch wel één, dan kan ik wel één chocolaatje extra eten. Of dat je dan het weekend erna denkt van, nou, dan kunnen die extra chocolaatjes en die extra borrelnootjes ook wel. Totdat je op een gegeven moment denkt van, wat de fuck ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dus dat is, daar heb ik nog wel wat zwakke momentjes gehad. Ja. Ik had dus vorige week vrijdag voor het eerst dat ik het niet vol kon houden om tot 11 uur te wachten met eten. En toen bedacht ik me dat ik de avond daarvoor had gesteggeld. En we hadden een avondje met kennissen en toen heb ik 2 van die grote chocoladekoeken, van die kransen van kerst heb ik opgegeten en van die spikkels erop. 3! Dus ik zei tegen Kurt, nou ja, het moet haast wel dat het daar aan ligt, maar hoe kan dat? Ja. En Kurt zei, ja, die shit, die fuckt met je suikerspiegel, dus je lichaam is dat niet gewend. Mm-hmm. En dan krijg je dus heel veel suiker en je lichaam die gaat het gebruiken en opmaken. En die denkt van, oeh, lekker, toch? Ja, en dan krijg je dus honger. We zitten veel minder op elkaar te... Tenminste, ik zit minder op jou te letten. Lisa ook... lette nogal eens vaker op wat ik naar binnen stopte dan wat ze zelf deed. Ben doen. Hè? Huh? Ben doen. Ik heb nog wat meer noten van Kurt. Zo, bakje per dag wel genoeg, toch? Kan echt niet, hè? Hé, hey. Wat ben je aan het doen? Ik ben een stripje aan het lezen. Daar had ik niet over. Dat is een subteam van de X-Men met de jonge garde. En ik ben een Bacardi Mojito aan het drinken. Wajo! Als je bewust bent van wat je eet en drinkt, dan kan je er soms heel bewust voor kiezen om... YOLO. ...iets slechts te nemen. En ik had gewoon zin in een biertje of een andere alcoholische versnapering. Oh, ik wist dat je dat woord ging gebruiken. Dus dat doe ik dan ook gewoon. Uiteindelijk wil ik er denk ik wel meer dan 10 kilo nog af. Maar ik merk dat ik nu ook meer verlangen heb naar gezond zijn en fit voelen. En gewoon langer leven, langer hebben met elkaar. Dus ik merk dat dat, de, ja, het is gewoon ander, heeft plaatsgemaakt voor een ander verlangen. We zijn nu aan het einde van een traject gekomen. En soms heb je van die zwakke momenten dat je denkt van, toch een keertje niet sporten. Ik ben er gewoon klaar mee.